Oké, we gaan weer een denksleutel doen vandaag, want het is denksleutel dinsdag. En dit keer gaan we de lachwekkend sleutel doen. En de lachwekkend sleutel, dat is de sleutel waarbij je een stelling hebt, of een argument, of een uitspraak. En jij moet straks voor die uitspraak... Ik? Ja. Argumenten gaan bedenken waarom dat moet kunnen. Ah, okay. Dus, goed, we gaan het laten zien. Dus de lachwekkende sleutel gaat om een lachwekkende uitspraak. En jij moet daar voordelen voor bedenken. Of eigenlijk... Reden of zo. Ja, bedenken waarom het zou kunnen. Oké. Okay. Ja? Oké. Dus de lachwekkende sleutel. Oké. Nou, komt de eerste stelling. Komt-ie. Scholen... zouden een pretpark als speeltuin moeten hebben. Scholen zouden een pretpark als speeltuin moeten hebben. Oké. Ja, daar ben ik het natuurlijk helemaal niet mee eens. Maar ik moet nu dus bedenken. Mm-hmm. Ik moet allemaal argumenten bedenken. Waarom je het er wel mee eens bent. Oké. Nou, scholen moeten op hun speelplaats een pretpark hebben, want dan zijn de kinderen na het buitenspelen extra moe en dan zijn ze niet zo vervelend in de klas. Eén. Pretpark dan zeker met een achtbaan die over de kop gaat en als je dat, dan leer je dus ook als kind hoe je heel goed over de kop kan gaan in een achtbaan, want heel veel kinderen durven dat niet, ik durf dat ook niet. En als je dan het toch gewoon op je schoolplein hebt, dan ga je dat sneller doen misschien. En kinderen zouden op hun schoolplein een pretpark moeten hebben, omdat er dan veel meer te doen is dan alleen maar voetballen. En dan zitten ze elkaar ook niet zo in de weg. De groep 8'ers en de groep 7'ers en de groep 6'ers en zo. Dus dan kan iedereen gewoon gezellig hun eigen dingetje doen. Nou, dat vind ik verder, weet ik het eigenlijk niet. Ja, dat is heel goed. Ja. Juf kan heel goed, heel snel dingen bedenken. Hé, hey, maar juf, wat leer je nou hiervan? Ja, zeker weer uit buiten de doos denken. Yes, out of the box denken. Nou, zullen we nog eentje doen? Ja. Oké. Op school zouden alle meubels, dus tafels, stoelen, kasten, van Lego-blokken gemaakt moeten zijn. Dat vind ik een hele goeie eigenlijk wel. Ja, op school moeten alle meubelstukken van Lego-blokken gemaakt moeten zijn. Ik vind dat dat echt moet gebeuren, want dan is het veel gezelliger. Het ziet er allemaal veel kleurrijker uit. Je hoeft niet elke keer nieuwe meubels te kopen, want je kan het gewoon afstellen op maat en zo. De creativiteit van iedereen wordt bevorderd. Daar bedoel ik eigenlijk mee dat iedereen veel creatiever wordt, want je kan je eigen soorten meubels ontwerpen. Je kan het zo gek maken als je wilt. En ik denk dat het ook heel duurzaam is. Dus het is heel goed voor het milieu, want je hoeft dus geen nieuwe meubels te kopen. Want je kan ze aanpassen op grootte. En Lego gaat super lang mee. Want ik heb allemaal mensen die nog uit hun eigen kleutertijd bakken vol Lego hebben. Hebben ze nog steeds voor hun eigen kinderen. Nou, dus dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Oké. Zullen we dat gaan doen? Ja, maar juf, ben je wel eens, als je met Lego bezig was, of je was aan het knutselen, en dan ging, weet je wat ik vroeger altijd had? Dan ging je dus op mijn knieën en dan ging je zo door de... En dan ging het dit heel veel zeer aan je knieën. Ja, want ja. Het Lego is heel erg hard. Ja. Dus het zit eigenlijk helemaal niet zo lekker. Ja, maar daar hebben we dus een oplossing voor. Die hebben wij toch al heel erg veel in de klas. Kussentjes. Oh, oké. Dus je legt er gewoon een kussentje op. Ja, want dan... ik vind deze kruk ook heel erg onaangenaam hard. Zo, opgelost. Ja, top. Nou, laat even weten in de reacties of via de mail of je het ook hebt gedaan. Doe even een duimpje omhoog op dit filmpje. En tot de volgende Denksleutel dinsdag.